Hallo, welkom. Goed dat je kijkt naar deze video. In deze video laat ik je 20 theorievragen antwoorden, uitleg zien uit de CBR-categorie wetgeving. En deze 20 vragen komen uit onze videocursus voor de scootertheorie. Maar natuurlijk, dezelfde vragen krijg je ook bij autotheorie en motortheorie. Dus iedereen heeft iets aan deze vragen. En wil je ook onze vragen bekijken? Bestel dan op theoriecursus.nl je videocursus. Krijg je alles heel duidelijk uitgelegd. De duidelijkste videocursus van Nederland. En bij de videocursus hoort ook een e-book. En in het e-book staan ook alle meest gestelde vragen van het CBR. Dus snel naar theoriecursus.nl en bestel. Vraag nummer 1. Gaan de verkeerstekens boven de verkeerslichten? Ja of nee? En wat je moet doen als je straks theorie-examen gaat doen bij het CBR, is heel goed lezen. Ja, wat er gevraagd wordt. Dus niet te snel willen antwoorden. Je hebt tijd genoeg bij het CBR. Wat wordt er gevraagd? Gaan de verkeerstekens, dus de verkeersborden, de haaientanden, boven de verkeerslichten? Nou, als het licht op groen staat, dan hoef je bij dit bord geen voorrang te verlenen aan bestuurders die van links en rechts naderen. Dus gaan de verkeerstekens boven de verkeerslichten? Het antwoord is nee, want de verkeerslichten gaan boven de verkeerstekens. Heel goed. En wat is dan die juiste volgorde? Wie gaan er boven de verkeerslichten bijvoorbeeld? Dat zijn de verkeersregelaars of politieagenten die het verkeer gaan regelen. Want als je licht op groen staat en zo'n mannetje zegt dat je moet stoppen, of vrouwtje soms, ja, sorry, ja, dan kan dat wel zo zijn dat je licht op groen staat, maar je kan niet doorrijden. Dus de verkeersregelaars, zijn belangrijker dan de verkeerslichten. En zijn er geen verkeersregelaars, dan moet je kijken wat het verkeerslicht zegt. Zegt het licht rood, dan moet je stoppen. Zegt die oranje, moet je ook stoppen. Tenzij je zo dichtbij bent dat je niet meer normaal kan stoppen zonder onderuit te gaan. En staat dat licht op groen, dan moet je doorgaan. Dus dan kan je niet gaan stoppen. Als de verkeerslichten er niet zijn of niet werken, dan ga je kijken wat de verkeersborden die de voorrang regelen vertellen. Dus hier werken de lichten niet. Dit bord vertelt, we moeten voorrang verlenen aan bestuurders van links en rechts op de kruisende weg. Dat kun je ook zien aan de haaientanden, dubbele rij haaientanden. Dus werken de lichten niet. Dan moet je doen wat de borden vertellen. En soms zijn er geen borden, maar alleen maar haaientanden aangebracht. Helemaal bij veel fiets- en bromfietspaden is dat zo. Dan moet je natuurlijk doen wat die haaientanden aan jou vertellen. Dat is als je hier komt aanrijden, een voorrang verlenen aan fietsen, snorfietsen, bromfietsen die aankomen rijden van links en rechts. Zijn er nou helemaal geen verkeersregelaars, geen verkeerslichten, geen verkeersborden, geen verkeerstekens? Dan ga je de verkeersregels opvolgen. En op gelijkwaardige kruispunten zijn alleen maar drie voorrangsregels. Die kom je allemaal weer tegen in het hoofdstuk voorrang. En ook bij kruispunten met haaientanden, stopborden of onverharde wegen zijn alleen maar drie regels. Je kan de video even stopzetten en kijken wat deze regels zijn. Weet je wat? Ik vertel ze gewoon. Maakt het nou uit, joh. Tijd zat. Ja? Op gelijkwaardige kruispunten, dat zijn kruispunten zonder borden, zonder haaientanden, wat dan ook, dan moeten bestuurders voorrang verlenen aan bestuurders die naderen van rechts. Dat is de eerste regel. Dan krijgen we regeltje 2, die zegt: bestuurders die afslaan, dus die naar rechts of die naar links gaan, moeten al het verkeer dat hen op dezelfde weg tegemoet komt, dus dat zijn auto's, fietsen, snorfietsen, voetgangers, want voetgangers horen ook bij verkeer, dat hen op dezelfde weg tegemoet komt of dat op dezelfde weg zich links dan wel rechts naast zich bevinden, dat zijn dan meestal de voetgangers, soms de fietsen, voor laten gaan. Een hele lap tekst, we kunnen dat beter vertellen en ja, dat doen ook de meeste mensen. Die zeggen rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor het afslaande verkeer op dezezelfde weg. Dat is regeltje 2. En de laatste regel, bestuurders die naar links afslaan, moeten tegemoetkomende bestuurders op hetzelfde kruispunt, op dezelfde weg, die naar rechts afslaan, voor laten gaan.
En opnieuw veel tekst. En wij vertellen dan meestal, de korte bocht op dezelfde weg gaat voor de lange bocht. En regeltje 2 en regeltje 3, die gelden ook als er haaientanden zijn, of stopborden, of onverharde wegen. Alleen regel 1 verandert, want op een gelijkwaardig kruispunt verleen je voorrang aan bestuurders die van rechts komen. En heb je haaientanden voor je neus, of een stopbord, of je komt van of een onverharde weg, dan verleen je voorrang aan bestuurders op de kruisende weg. En dat is meestal bestuurders van links en rechts. Maar uitgebreider uitgelegd kom je tegen in het hoofdstuk voorrang. Oh, dan vraag nummer 2. Onder welke categorie vallen geleiders van paarden? Zijn antwoord A. Voetgangers. Antwoord B. Bestuurders. Of antwoord C. Voertuigen. Nou, dit meisje begeleidt hier deze twee paarden. Als zij nou weggaat, ze loopt linksaf, dan kan het zijn dat die paarden achter haar aanlopen. Maar het kan ook zijn dat die paarden hier de stoep op gaan of door de voortuintje gaan wandelen. Of misschien door de voordeur naar binnen. Dus iemand die vee geleidt, ja, paarden, koeien, schapen, varkens, dat zijn bestuurders. Ja, ze besturen deze paarden. Ja, of koeien, of wat dan ook. Want zonder die begeleider doen die paarden wat ze zelf willen. Het kan ook zijn dat je bij het CBR een foto krijgt van iemand die loopt met twee hele grote honden. Maar een hond is geen vee, dat is een huisdier. Dat is iemand die loopt met honden. Sommigen lopen ook met een kat op straat. Ja, dat is en blijft een voetganger. Nummertje 3. En welke kleur straalt de linker koplamp uit van het laatste motorvoertuig van een militaire kolonne? Is dat A. blauw, B. groen of C. wit? En heel veel mensen vullen hierin groen, want na die laatste kun je weer doorrijden. Je mag de militaire kolonne niet doorsnijden. En als die laatste geweest is met die groene koplamp, kun jij weer rijden. Alleen, groen is fout. Moet zijn wit. En waarom? Dat heb ik je verteld bij de eerste vraag. Goed lezen. Want hier staat linker koplamp. En linker koplampen van iedereen van een militaire kolonne is wit. Anders zien ze niet zelfs in het donker rijden. Alleen aan de rechterkant zijn kleurtjes. En wat voor kleurtjes? Nou, vanaf de eerste tot de laatste heb een blauwe koplamp aan de rechterkant. En de laatste heb een groene koplamp aan de rechterkant. Dus niet wit, hè. Wit van allemaal, zie je, linkerkant, allemaal wit. Anders zien ze niks in het donker. En die eerste die heeft twee blauwe vlaggen, dus een blauwe vlag links en rechts. Alles daarna één blauwe vlag aan de rechterkant tot de laatste. Die heeft een groene vlag, want dan kun je weer doorrijden. Vraag nummer 4. Een bromfietspad is een onderdeel van antwoord A, de rijbaan. Antwoord B, de weg. Of antwoord C, zowel de rijbaan als de weg. Nou, de rijbaan is het gedeelte bestemd voor rijdende voertuigen, behalve de fiets- en de bromfietspaden. Dus de fiets- en de bromfietspaden horen niet bij de rijbaan, maar bij de weg. En wat is nou eigenlijk precies de weg? De weg, dat is alles waar jij zou kunnen lopen. Niet mogen lopen, maar kunnen lopen. Nou, vanaf deze boom kun jij gewoon hier over het voetpad, over het fietspad of bromfietspad, wat dat ook is, de stoep hier, over de rijbaan en daarna weer, hupsiekee, helemaal naar boven, die heuveltje oplopen. Dit hoort allemaal bij de weg. En wat is dan de rijbaan? Dat staat hier. De rijbaan is het elk voor rijdende voertuigen bestemde weggedeelte. Maar ja, zou jij zeggen, een fietser rijdt ook. Ja, een snorfiets ook, dat klopt. Daarom staat er ook bij, met uitzondering van de fietspaden en de fietsbromfietspaden. En waarom staat het voetpad er dan niet bij? Omdat er niemand hoort te rijden. Ja, op een voetpad. Ja, dus rijbaan hier, zeg maar waar de auto's rijden, waar de bromfietsen rijden als er geen bromfietspad is. Dat is de rijbaan. En fietspad hoort niet bij de rijbaan, maar wel bij de weg. En die begripjes, weg en rijbaan, die moet je goed kennen, wordt zeer vaak omgevraagd door het CBR. Vraag nummer 5. Welke regels moet een bestuurder van een snorfiets volgen? Antwoord A, de regels voor fietsers. Antwoord B, de regels voor bromfietsers. Of antwoord C, de regels voor fietsers en bromfietsers.
Ja, wat staat er in de wet? De wet staat, bestuurders van een snorfiets volgen de regels die gelden voor fietsers. Ja, daarom als er een fietspad is, dan moet die bestuurder van die snorfiets daar ook gaan rijden. Natuurlijk zeg jij, maar in Amsterdam niet, want dan mogen ze niet op het fietspad. Ja, maar dat is Amsterdam. Ja. Amsterdam hoort niet bij Nederland. Dat is een dorpje ergens. Met een burgemeester, die maakt haar eigen regels. Ja, die zegt gewoon, ja, wij willen geen snorfietsen meer op het fietspad. Ja, dus die oudere mensen van 70, 80 jaar, ja, die op een snorfietsje rijden, moeten gewoon tussen de racende auto's inrijden daar in Amsterdam. Ja, ook in Amsterdam is op de meeste wegen de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom 30 km per uur in plaats van 50. Ja, Amsterdam heeft gewoon eigen regels. Ja, die moet zijn eigen wetboek maar gaan maken. Het CBR gaat niet uit van Amsterdam. Het CBR gaat uit van het RVV en de Wegenverkeerswet. En daarin staat dat de bestuurder van een snorfiets de regels moet volgen die gelden voor fietsers. Vraag nummer 6. Hoeveel jaar is iemand van 16 jaar oud een beginnend bestuurder als hij of zij slaagt voor zijn of haar rijbewijs AM? Is dat antwoord A, 5 jaar, antwoord B, 7 jaar of antwoord C, 10 jaar? Het juiste antwoord is 7 jaar. Dus iemand van 16 jaar oud die zijn scooterrijbewijs haalt, want dat is rijbewijs AM, is 7 jaar beginnend bestuurder. Maar er zijn een aantal uitzonderingen en bepalingen die het een beetje ingewikkeld maken. En natuurlijk ga ik je die even laten zien. Want iemand die onder de 18 jaar is en de eerste keer slaagt voor een rijbewijs is 7 jaar een beginnend bestuurder. Nou, dat is duidelijk. Is iemand 18 jaar of ouder en hij slaagt voor de eerste keer voor een rijbewijs, dus auto of scooter of wat dan ook, is alleen maar 5 jaar een beginnend bestuurder. Maar let op, en nou komt het rare. Als jij op je 16 of 17-jarige leeftijd eerst een bromfiets of een trekkerrijbewijs haalt, ben je 7 jaar beginnend bestuurder. Maar haal je op je 17-jarige leeftijd ook het autorijbewijs, dan verandert die 7 jaar na 5 jaar. En dat gaat dan in vanaf het moment dat je autorijbewijs is afgegeven. Haal je nou, voor je 18 wordt het scooter of vertrekkerrijbewijs en haal je autorijbewijs nadat je 18 jaar geworden bent, dan blijf je gewoon 7 jaar beginnend bestuurder vanaf het moment dat je voor de eerste keer je rijbewijs hebt gehaald. Ik weet, het is best wel een beetje ingewikkeld. Zet gewoon even stop. Maak aantekeningen en schrijf het op, want natuurlijk, hier wordt over gevraagd. Nummer 7. Je hebt een bronfiets. Straks, hè, als je rijbewijs hebt, nu nog niet, hè, want nu mag je nog niet op een bromfiets rijden. Maar straks, als je je scooterrijbewijs hebt en een bromfiets hebt, dan leen je deze uit aan een vriend. En deze vriend houdt met jouw bromfiets een wedstrijd op de weg. Wie is er dan aansprakelijk? Antwoord A, alleen maar de bestuurder van de bromfiets, wat mij logisch lijkt. Of antwoord B, alleen maar de eigenaar van de bromfiets, wat me niet logisch lijkt, want hoe kan jij nou weten wat iemand met jouw bromfiets doet? Of is het antwoord C, zowel de bestuurder als de eigenaar? Nou, dat is niet logisch, antwoord C, maar zowel het juiste antwoord. Want in de wet staat dat en de bestuurder en de eigenaar allebei aansprakelijk zijn. Dus heb jij een bromfiets, je leent hem uit aan iemand en die gaat ermee een wedstrijdje houden, of die rijdt door rood, of die rijdt 80 waar dat allemaal niet mag, dan komen die bekeuringen lekker bij jou als eigenaar terecht. En dan moet je maar zorgen dat je het geld terug zou kunnen krijgen van die bestuurder. Ja, dus allebei aansprakelijk. Goed onthouden. Vraag nummer 8. Weggebruikers zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die worden gegeven door antwoord A, alleen maar door verkeersregelaars, de mannetjes in die gele pakjes. Of antwoord B, alleen maar door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaren, dus een soort van politieagenten. En antwoord C zegt, door verkeersregelaars en door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaren. Nou, ik denk dat je dit antwoord wel weet, de meeste mensen wel in ieder geval.
Juist antwoord is C. Want en die verkeersregelaar kan tegen jou zeggen dat je moet stoppen. Maar ook een politieagent kan dat tegen jou zeggen. Dus aanwijzingen om te stoppen opvolgen door en verkeersregelaars en door als zodanig kenbare ambtenaren. Nummer 9. Valt deze groep militairen onder een militaire kolonne? Ja of nee? En het juiste antwoord is nee. Want militairen kunnen alleen maar een militaire kolonne zijn als zij in een motorvoertuig rijden. Dus een vrachtauto, een jeepie of wat dan ook, motorfiets desnoods, of een tank. Maar dan moeten ze dan ook nog eens een keertje die blauwe lampjes en blauwe vlaggetjes en de laatste groene lampje en groene vlaggetje hebben. Dan pas kunnen het zijn een militaire kolonne. Dus militairen die lopen of fietsen, in ieder geval niet in de militaire... Ja, hoe moet het militaire voertuigen zijn? Ja, militaire voertuigen. Dus zolang zij niet in een militair motorvoertuig rijden met de blauwe en de groene vlaggen, kan het nooit een militaire kolonne zijn. Vraag nummer 10. De politie heeft een WOC. En wat is een WOC? Een WOC betekent wachten op keuring. Dus niet WOC bij de Chinees. Nee, WOC van de politie. Dus de politie heeft een WOC-status voor jouw bromfiets gegeven. Wat zijn dan de gevolgen? Antwoord A, niets. Je mag gewoon rijden met de bromfiets tot je naar de RDW gaat. Of nadat je de boete betaald hebt, mag je weer gaan rijden. Of antwoord C, je mag niet meer rijden en moet de bromfiets eerst opnieuw laten keuren bij het RDW voor je weer mag rijden. Nou, die WOC krijg je niet zomaar. Hè. Dat kan van alles en nog wat zijn. Je remmen doen het niet meer. Je uitlaat is afgebroken. Ja, allemaal technische dingen. Dus als jij die WOC hebt, mag jij gewoon niet meer rijden. Je moet eerst die bromfiets helemaal in orde maken. Dus de remmen weer, de uitlaat weer. Dan ga je naar het RDW. Dan laat je hem keuren. En als ze bij het EDW zeggen, hij is weer hartstikke goed. Dan vervalt die WOC-status. En dan pas mag je weer... rijden. Dus het juiste antwoord is antwoord C. Nummertje 11. Wanneer is het nacht volgens de wegenverkeerswet? Antwoord A. Van zonsondergang tot zonsopgang. Antwoord B. Van zonsopgang tot zonsondergang. Of antwoord C. Een half uur voor zonsondergang tot een half uur na zonsopgang. En die laatste moest ik vroeger leren bij de theorie. Maar dat is heel lang geleden. Dat is meer dan 50 jaar geleden. Toen moest ik dat leren. En jullie hoeven dat niet te leren. Jullie moeten gewoon niks meer onthouden van een half uurtje voor, een half uurtje na. Nacht is als de zon ondergegaan is tot hij weer opkomt. Nou, in de winter soms om 5 uur is de zon al onder. Wij zeggen dan normaal het is middag. En als hij s'avonds ondergaat om 1 uur of 7 zeggen we het is avond. Maar de wegenverkeerswet spreekt niet van middag, ochtend, avond. Die spreekt alleen maar van nacht of dag. Nou, nacht vanaf het moment dat de zon ondergaat tot de volgende ochtend als hij weer opkomt, dan is het nacht. Vraag nummer 12. Valt een uitvaartstoet onder de categorie voorrangsvoertuigen, ja of nee? En dat heel simpel antwoord, nee, dat kan nooit van zijn leven. Want voorrangsvoertuigen moeten een paar dingen hebben. Ten eerste blauwe zwaailicht op het dak en ten tweede sirene. Nou, ik heb nog nooit een uitvaartstoet gezien met een blauw zwaailicht op zijn dak. En ook de sirene mogen ze ook niet hebben. Dus voorrangsvoertuigen, dat zijn de politie, de brandweer, de ambulance, marechaussee, soms voertuigen van de Rijkswaterstaat. In ieder geval, zolang ze maar blauwe zwaailicht en sirene hebben. En de douane in Nederland kan nooit bij de voorrangsvoertuigen horen. Onthoud goed, douane kan geen voorrangsvoertuig zijn. Dan vraag nummer 13 aan jou. Kan dan een dierenambulance onder de categorie voorrangsvoertuigen vallen? Antwoord A zegt ja. Antwoord B zegt nee. En antwoord C zegt alleen als de dierenambulance optische en geluidssignalen voert. Nou, antwoord C is niet goed. Het juiste antwoord is nee, dat kan niet. Want een dierenambulance mag alleen maar oranje zwaailichten voeren. Ja, die heb ik er stiekem afgehaald voor de foto, anders wordt het misschien een beetje te makkelijk. Onthoud, dierenambulance mag geen blauwe zwaailichten voeren, dus kan nooit een voorrangsvoertuig zijn.
Onder nummer 14, is een politievoertuig altijd een voorrangsvoertuig? Ja of nee? En niet zeggen ja, want het antwoord is nee. Alleen maar met zijn blauwe zwaailichten en sirene, dus allebei, alleen maar dan kan het een voorrangsvoertuig zijn. Dus hebben ze alleen maar blauwe zwaailicht of alleen maar zwaailicht, is het geen voorrangsvoertuig. Tuurlijk doen ze wel zelf wat ze willen, maar volgens het CBR is het dan geen voorrangsvoertuig. Nummertje 15. Een snorfiets herken je aan. Antwoord A. De gele kentekenplaat. Antwoord B. De blauwe kentekenplaat. Of antwoord C. Het model. Nou, antwoord C is het sowieso niet. Want je kan een Vespa kopen in hetzelfde modelletje als snorfiets en als bromfiets. En de enige manier om te kunnen zien of het een snorfiets is, dat is aan de blauwe kentekenplaat. Snorfiets, blauw plaatje, maximum snelheid, 25 km per uur. Bromfiets, geel plaatje, maximum snelheid, 45 km per uur. Op de rijbaan, zowel binnen als buiten bebouwde kom voor die bromfiets. De andere snelheden van de bromfiets komen we verderop nog wat tegen. En ze moeten allebei een helm op hun hoofd hebben. Dus de bestuurder van een snorfiets en de bestuurder van een... Wat zei ik? Snorfiets en een bromfiets. Oké. Ja, vroeger hoefde de snorfiets niet, tegenwoordig wel. Dus ja, als je nou de keuze hebt of een snorfiets kopen of een bromfiets... Ja, dan koopt tegenwoordig iedereen een bromfiets, want je moet toch een helm op. Tja, zo simpel is het. Nummer 16. Welk deel van het kentekenbewijs hoef je niet altijd bij je te hebben? Nou, welke moet je wel altijd bij je hebben? Dat is de kentekenkaart. Oftewel, het kentekenbewijs is net zo groot als je rijbewijs, net zo groot als een bankpasje, groen ding. Staat je kenteken op, je naam en dat soort dingen. Dat heet de kentekenkaart. Die moet je wel bij je hebben. Nou, de kentekenkaart moet je wel bij je hebben. Dus A en C kan nooit goed zijn. Dan blijft alleen maar antwoord B over de tenamenstellingscode. Als jij een bromfiets koopt, tweedehands of nieuw, en je zet een ding op jouw naam, krijg je thuisgestuurd het kentekenbewijs. Je krijgt ook thuisgestuurd de tenamenstellingscode. Nou, en deze tenamenstellingscode, die heb je weer nodig als jij je bromfiets gaat verkopen. Ben je dat kwijt, dat papiertje? Ja, dan moet je eerst een nieuwe aanvragen, kost weer geld. Maar die hoef je niet bij je te hebben tijdens het rijden. Dat zou ik zeker ook niet doen. Die moet je thuis bewaren, maar wel op zo'n plek dat je weet waar die ligt. Heel veel mensen raken zo'n dingetje kwijt en zo'n klein papiertje. Nummer 17. De bestuurder van een brommobiel moet de regels volgen die gelden voor antwoord A, een bromfiets. Antwoord B, een gehandicapte voertuig. En antwoord C, een motorvoertuig. Nou, een brommobiel is een bromfiets. Want met jouw rijbewijs AM, je scooterrijbewijs, mag je weten waarmee je gaat rijden. Met een snorfiets, met een speed pedelec, met een bromfiets of met een brommobiel. Het is een bromfiets, alleen op vier wielen. Maar die bestuurder van die brommobiel volgt niet de regels van een bromfiets. En ook niet van een gehandicapte voertuig, want een gehandicapte voertuig mag op de stoep rijden. Mag ook door het winkelcentrum, mag ook bij Albert Heijn en de Bijenkorf naar binnen als ze dat willen. Nee, die bestuurder van die brommobiel volgt de regels die gelden voor een motorvoertuig. Want een bromfiets parkeer je op de stoep en een motorvoertuig, een auto, in de parkeervakken. Dat moet een brommobiel ook doen. Sommigen zetten hem een beetje raar neer. Dat kan, hè, die kleine dingetjes. En wat moet een brommobiel achterop hebben? Een geel plaatje, net zoals een bromfiets, want het is een bromfiets. En een sticker met 45. En die 45 is de maximumsnelheid van een brommobiel, of hij nou binnenbebouwde kom rijdt of buitenbebouwde kom op een 80 weg, want dan mogen ze ook rijden. Ja, 45 km per uur. Nummertje 18. Onder welke categorie valt een geleider van schapen? Is dat voetgangersbestuurders of voertuigen? Hoeven we niet zo heel lang bij stil te staan, want volgens mij vraag 2 of vraag 3... Toen ging het over paarden. Nou, paarden is een vee, een rijtrekdier of vee. En schaap is ook een rijtrekdier of vee. Dus een geleider van schapen of varkens of koeien valt onder de bestuurders. Nou, dan zijn we er bijna. Twee vraagjes nog. Maar welke voertuigen mogen gebruik maken van een busstrook? Is dat antwoord A, alleen bestuurders van lijnbussen?
Of antwoord B, iedere autobus mag hier gebruik van maken. Nou, busstrook, waar het woordje bus op staat, daar mag iedere bus gebruik van maken. Dus ook een busje voor 12 passagiers bijvoorbeeld. Of een touringcar uit België of Duitsland mag daar ook gebruik van maken. Want iedere bus mag daar gebruik van maken. Maar staat er op de weg geschreven lijnbus, zoals op deze mooie foto hier, dan mag alleen de bestuurder van een lijnbus daar gebruik van maken. Dan de laatste, mag je deze weg inrijden om een pakket op te halen, ja of nee? Er staat verboden ja, dat je er niet in mag, ja, mag niet, van twee kanten mag je er niet in. Maar eronder staat uitgezonderd bestemmingsverkeer. En dan opeens mag je er wel in rijden. Ja, uitgezonderd bestemmingsverkeer. Als jij in die weg moet wezen om een pakket op te halen, of omdat jij die weg moet wezen omdat je daar toevallig woont, of vrienden woont, of familie woont, ja, en jouw bestemming ligt in die weg, dan is het logisch dat jij die weg mag inrijden. Je gaat niet hier stoppen, afstappen en met je scootertje gewoon 3 kilometer verderop gaan lopen, pakketje ophalen, 3 kilometer teruglopen. Nee, jouw bestemming ligt in die weg, dan mag je erin rijden. Dan waren dit de 20 vragen van deze video. Dan hoop ik dat je wat geleerd hebt, dat je een beetje wijzer bent geworden. En wil je nog wijzer worden, ga je naar theoriecursus.nl. Bestel je daar de videocursus voor autotheorie, scootertheorie of motortheorie. Welk rijbewijs je ook maar wilt halen. En dat helpt jou om te slagen. Goed, zie je graag terug bij de volgende video. Bedankt. Ciao. Adios.